Een zeer goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Tim de Remus. Ik ben nog even de afwas bezig. Dus we gaan nog vandaag iets heel leuks doen. Ik ga zelfs al ergens naartoe wandelen. Waar zijn jullie? Daar zijn jullie. Dus ergens naartoe wandelen. Maar eerst nog een tasje koffie drinken. En dan gaan we iets heel leuks doen. Dankjewel. Sowieso al stap in. Dat ik dat kan doen. Dus ik ga hun wagen halen. En dan lekker naar de carwash. Hand carwash. Dus ik ga het zelf met de hand doen. En dan ook nog eens stofzuigen. Hoogstwaarschijnlijk. En stof afvegen. En stof afvegen. En dan ga ik dat ook zo onderhouden, ook met mijn eigen kabinetje. Dus het gaat echt een hele leuke dagje worden. Want normaal gezien ga ik hem ook vandaag vastkrijgen, mijn nieuwe kabinetje. Ik had jullie sowieso laten zien. Dus één ding betekent dat, blijf sowieso kijken naar mijn vlog. En dan zien jullie hem wel opduiken, mijn nieuwe wagen. Want voor jullie is dat een paar minuten dan weer doorskippen, skippen, skippen, skippen. En dan zien jullie mijn wagen. Hè. Maar eerst een tasje koffie. Maar eerst ook nog wat verder afwassen. Dat moet ook gebeuren. Voilà, bord nummer 1. Bord nummer 2. Alles er goed eraf schrobben. Voilà. Ook aan de achterkant wat proper te maken. Voilà. Zo. En dan nog gauw het bestek. 1, 2, 3 stuks. 4 stuks. Amai. 5. Heb ik dan nog? Ja. 6. Heb ik dan nog? Ja. Nog 2 ter. 7 en 8 stuks. Amai. Dan denken jullie van, waarom telt je dat toch? Gewoon voor de fun. Voor de fun tel ik het dus. Hier ging nog een mes tegen de vlakte bijna. Voilà. Zo afgewassen. Dan nog alles afdrogen. Dan nog een tasje koffie drinken. En dan ga ik kijken zowiet als ik de wagen kan huren. Voor naar de carwash te gaan. Zal ik nog alles kijken. Ik ga die reserveren om dat ze 20 minuten wandelen. Dus om 9 uur ga ik die reserveren. Van 9 uur tot 11 uur. Van 9 uur. 9 uur tot 11 uur. Dat is 2 uurtjes. Oei, die is niet beschikbaar. Ai, ai, ai. We gaan eens kijken wanneer dat die dan wel beschikbaar is. Om 10 uur dan. Gereed tot 11. Ook niet. Allee man. Dat je dat eigenlijk moet er in een systeem zijn. Om te kijken als hem gereserveerd is. Ik kan dat dus niet zien. Hè. Dus ik ga zelfs dus moeten bellen. Voor de vragen om hoe laat dat het beschikbaar is. Contact met de aanbieder. Ja, maar hoe doet je dat dan? Ah.
12 uur dan, eens even kijken. Je reed tot 14 uur dan. Ook al niet. 13 uur. Oh, dat is al 1 uur. Tot 3 uur dan. Soms is het soms wel zoeken hoor. Nee. Dus ik ga dan even een mailje sturen. Want ik wil vandaag naar de car wash gaan en blijkbaar lukt het niet. Heb je extra vragen? Ja. Ga hiervoor naar instellingen. Instellingen, oké. Okay. Waar staat instellingen? Dan instellingen. Contact opnemen met de aanbieder. Voilà. Ik kan dan dus even ook eens bellen en eens vragen hoe het dan juist zit. En dan kan ik nog verder doen met de afwas. Tot straks allemaal. Dus ja, ik ben nu bezig ook met het contacteren van Stap In. Maar momenteel zonder succes. Ze zijn pas bereikbaar om 9 uur 's morgens. Ja, het is nog maar 8:30 's morgens. En de wagen is dus niet beschikbaar, zie ik op de applicatie. Dus die is in verhuur. Dus dan moet je nog wachten dat die uit verhuur is. Dat ik die dan na het verhuur nog naar de car wash kan gaan. Dus het gaat een linkje worden van welke auto gaan jullie het eerst zien. De elektrische auto of mijn nieuwe eigen wagen. Hohoho. Wat gaat het worden? Het is echt heel spannend. Maar mijn schatje zegt spannend. I love you. I love you too. Love is in the air. Love is in the air. Is het? Je zit echt heel goed bezig met uw steunactie. Dus ik zit op uw website. All the love, all the power. Ik ben overweldigd door jullie steun en ik voel een globale verontwaardiging. Deze emotie vertaalde zich ook in een collectieve vraag voor naar een crowdfunding. Waardoor er nu tal van online staan en er aan mij duidelijk wordt gevraagd: bij deze is hier een officiële crowdfunding. Als je tegenpartij beseft dat elke euro van de verontwaardigde of kwade burger komt, mezelf inclusief natuurlijk, heb ik het gevoel dat ik misschien harder aankomt. Als je een euro kan missen, graag maar enkel grote mensengeld en geen creditcards van je ouders. Ik wil niet naar de gevangenis. Dat hangt dus echt boven mijn hoofd. Lol. Bij een overschrijding van bedrag gaat de funds naar de Sanandia Foundation, indien het bestuur hiermee instemt. Dus hopelijk steunt Sanandia dat ook. En ik ga u één ding zeggen, de donaties komen nog altijd vloeiend binnen. Kijk maar, ik ga nu eens even een paar seconden hierop houden en dan zie ik het gewoon terug veranderen. Dankjewel LSCC, Maartje van den Broek, dat je ook Nathan van der Gunst eigenlijk steunt. Je gaat zelfs ook nog wel eens zien dat dat gaat veranderen, want kijk eens wat een bedrag dat er al open staat. Voilà, staat juist weer een bedrag van 5 euro van Nasja Dommortier. Dommortier of zoiets, of Dumortier. Sorry als ik uw naam verkeerd uitspreek. Maar die zit toch wel al mooi aan de 95.610 euro van de 20.000 euro. Wat hij eigenlijk effectief moest betalen aan de reuzengommers. Ik ben nog eens even aan het wachten. Ziet daar eens weer al. Oh jong. Ziet daar eens in één keer hoeveel dat er in één keer erbij komen. Hier, Rick van de Zaten, held, anoniem. Anoniem, het was zelfs niet tot een proces gekomen als Sanda vrienden niet naar het nieuwsblad waren gestapt.
Als macht zorgt voor ongelijke rechten, dan reageert het volk. Dan nog eens anoniem. Grote meneer G, zo jong. Oké, dat komt gewoon daar gewoon massa's binnen. Want het zelfs staat nu al op 95.785. Ah wel, je bent echt heel goed bezig, Acid. Goed bezig. Dus laat die reuzengrommers niet winnen. Voilà, dat is ook mijn actie. 13 uur geleden gestart en al op 95.795 euro's. Met 8.832 donaties en we zitten nog maar op vrijdag 23 februari 8 uur 49 en het teller staat op 95.795 euro's en 8.832 donaties naar hem toe. Ik kan sowieso zeggen, de donaties mogen nu wel een klein beetje denk ik stoppen, maar blijf maar doneren, dat Nathan er echt het steekje erboven staat. Als er nog eens ooit eens iets overkomt en elke euro, dus ik zie nu al dat er maar 5, pak dat het 100.000 is, dus dat er 80.000 euro naar Sanandia hoogstwaarschijnlijk gaat overgestort worden. Want dat is de Sanandia website waar ik nu op zit. Ziet, ik ga hier wel alles accepteren. Voilà, hier, Sanandia. Sanandia Foundation Just for Sanandia. Dus dat is hier zo een hele mooie website. Ik vind dat echt heel mooi. Ik weet niet als zelfs Nathan daarop staat. Nee. Maar die hebben wel al redelijk veel dingen gedaan voor de ouders van Sanandia. Het is nog wel een testje van 2024, wat ik eens even ga voorlezen. De eerste voorstelling, boek, ze hebben mijn zoon vermoord. Gedurende 5 jaar heeft vader Osmanne Dia gezwegen, maar nu deelt hij zijn diepste gevoelens en ervaringen in een boek getiteld Ze hebben mijn zoon vermoord. In dit boek beschrijft hij zijn liefde voor Sanandia, zijn leven zonder wrok, maar ook de kwesties rond de kinderen van de Vlaamse elite, ongelijke behandelingen in rechtspraak en zijn ervaring met de KU Leuven. Hij onthult ook zijn persoonlijke reis van Senegal naar België toe. Voorbije evenementen was een memorium om 09.12.2023 in Edegem. Daar staan nog een paar foto's zo wat online. Dus ik zal dat even wat vergroten, alsjeblieft. Dus dat was schone foto's. Ja, we zijn al rond. Dus dan heb je nog de Climax 2023. Dat was dus blijkbaar een voetbalwedstrijd voor Sanandia. 2 van de 3. Wauw, mooie groepsfoto. Dan gaan we nog de reis naar Senegal. Daar zijn maar 2 foto's precies. Voilà, ze. Picnic in Werchter. Hier zie je Sanandia opstaan. Met het volk ervoor. Ja. Dan heb je hier nog appelbomen planten voor Sanandia in Senegal. Daar zijn maar 2 foto's van. Dus ja. Wauw, mooie appelboom. En dat was het dus op hun website. Voilà. Meer is hier niks over ons. De respect, verdraagzaamheid en het gelijkwaardige beschouwing van iedere mens. Deze basiswaarden vormen de rode draad in alles wat we willen bereiken. Onze VZ2 gaat er hierbij van uit dat ervaring van foudering is van het leren. Wij willen dus uitwisselingen faciliteren of zoiets,
Want als men zich onderdompelt in verschillende culturen en geconfronteerd wordt met andere gewoonten, wordt men weer bewust van eigen conventies. En kan men zich toleranter opstellen. We geloven dat reizen leidt tot ervaring en op verschillende vlakken tot leren. Voilà. En dat staat dan nog in een hele tekst. Noem maar op. En dan ook nog weer al twee mooie prachtige foto's. Voilà. Zo. Ik ga jullie nu hierbij laten. Dus sorry dat het even zo een lange fragmentje is geworden. Maar ik ken nog even op de computer nu. Dat straks allemaal. Yo, yo, yo. Zo mensen, ik heb voor jullie ook nog een gameplay opgenomen van Rotterdam naar Gdansk gereden. Ook met heel veel, jawel, maagpijn. Ik ga me nu nog even leggen. Nog even wachten tot ik iets hoor misschien van stap in ofwel van mijn vader. En één ding vind ik heel raar. Ik heb ook een briefje gestuurd naar mijn vriendinneke. Maar ik kreeg niks terug. Kan dat gebeuren, hè? Oei, ik heb nog een punt getypt in mijn bericht. Ach ja. Ik weet niet waar ze is momenteel. Maar ik zie ze toch zelfs wel terug. Dat is het belangrijkste. Nu geen angsten hebben als er iets gebeurd is of zo. Voilà. Heb je toch een klein beetje altijd. Maar dat is normaal. Dat is altijd. Dat heb ik heel vaak. Allee mensen. Ik ga nu wat rusten. Het is nog maar 12 uur is middag, zeggen jullie. En je gaat nu al rusten. Ik zeg, ja. Misschien dat dan mijn meisje wat beter wordt. Ik hoop het. En voor de rest ja, zien we nog wel wat er allemaal gaat... wat mijn pad vandaag nog gaat kruisen. Allee, tot straks allemaal. Zo, net de burgemeester nog een goede dagje gezegd. Ik ben nu te voet naar de Belfiusbank. Om een transactie door te laten gaan. Oh, jawel. De minuten slinken maar af. De uren slinken maar af. En dan zie ik zelfs, jawel, mijn tweedehands nieuwe boeleke. Dat zou zeggen. Tweedehands nieuwe boeleke. Ik ben nu zo snel mogelijk nog naar de Belfiusbank aan het wandelen. Want ik heb daar nu nog een tussendoorse afspraak, maar daar moet ik gewoon een documentje getekend worden. En dat is op 2 minuutjes gedaan. En dan kan die transactie vertrekken naar hem toe. Hell yeah. Allee. Ik ben nu bij de Belgiusbank aangekomen. Yo. Zo mensen. Ik ben nu buiten bij Belgius. Dankjewel voor de medewerkers van Belfius Algen voor zo snel mij te helpen en te reageren op alles. Hebben we ons foto nog kunnen rechtzetten? Daar ben ik blij om. En dan, jawel, dan is het richting op. Mijn boeleke. Jawel. Voilà. Even kijken. Nee, dat is nog mijn vader niet. Ja, mijn vader zie ik nu wel verschillen. Dus ik ga jullie laten nu. Ik zie jullie allemaal s'avonds terug. Zo mensen, ik zit dus nu in mijn nieuwe boeleke. Als ik thuis aankom, zal ik jullie ook de buitenkant laten zien. Het is echt een mooi exemplaarke. Ik ben jaloers dat ik zo nu een exemplaar nu rondrijd. Dan gaan ze ook nog op de achteruit gaan ze ook dan nog binnenkort ook nog verstickeren. Ik moet dan ook nog een goede plaatsje zien te vinden om mijn camera ook zo aan neer te zetten. En nu ben ik dus terug naar mijn thuis aan het rijden. Dus ik ga concentreren op de baan.
En aangezien jullie zelfs wel mijn boerderke. Dus ik ben blij. Jojojoj, tot straks allemaal. Zo mensen, met de lift terug naar onder gegaan. Gewoon van dat ik hier heel veel waspij heb. Dus dan gaan we zo ook eens kijken nu de outside van mijn wagen. Even de deur toe doen. Voilà, dat pak ik jullie mee. Nee. Ja, met die stickers gaan er nog wel vanaf. Ja? Ja. Ja, want er komen nieuwe op, hè? Ja. Oh, wauw. Dat is heel schoon. Ik ga het jullie trek laten zien, mensen. Even mijn achterkant open doen. Dan kan ik dan mijn was al insteken. En ziet dat dus aan de achterkant. Voilà, dit is de laadruimte waar ook dan mijn bureaustoel en al ook komen te staan. De achterruit die gaat dan nog helemaal bestickerd worden. In ieder geval de 10 kansen. Dan heb je hier de zijkant. De eerste zijkant. Ook mooie velgen, moet ik wel eerlijk toegeven. De Nemo is het geworden. Dit is de voorkant. Voilà, met mijn schattekje erbij. Oei, ze heeft zich al bezeerd. Maar je ziet niks gelukkig. Oké, dan hebben we hier ook nog zo'n zijdeurtje waar we het dus zo kunnen gewoon openklikken en toe. En dan hebben we hier ook nog een achterbank. Dus dat is een topkabinetje. Ik ben er echt heel, heel, heel blij om. Met zo'n eentje. Maar ik hoop wel dat mijn luchtmatras wel er gaat inpassen. Normaal gezien wel. En er wordt nu geklopt aan de raam. Hoe ga je de geit dan al binnen? Ja. Heb je niet geklopt? Nee, je klopte. Ja, ik vroeg me af wat die mapje was, maar dat zijn papieren. Ja. En ik hoor nu weer een auto. Daar is iemand juist in de gemeenschappelijke ruimte gegaan. Dat zijn wij toch geweest? Nee, juist in de gemeenschappelijke ruimte. Even kijken. Bah, ik zie niemand niet. Heel raar. Strange, strange, strange. Voilà, ik ga nu vertrekken. Eerst naar Kuipers, dan van Kuipers naar mijn ouders, van mijn ouders naar Frituur, van Frituur terug naar mijn thuis. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, 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 yo. Zo, mijn eerste doop al gedaan hier in mijn kabinetje en een lekkere kwikske gaan doen. Voilà, voor te vieren. Dat ik eindelijk mijn wagen heb. Kijk eens aan de binnenkant. Ik ben nog altijd jaloers hoor. Redelijk veel laadruimte. Dat is goed voor LAN-parties. En nu, hè. Ik ben ook nog aan het daten, mensen. Dus ik ben nu even kijken als ik jullie hier zo op kan zetten. Nee. Nee, dat gaat niet lukken. Zo dan wel misschien. Ja, dan hebben jullie wel even een klein beetje de stuur voor jullie. Beeld, maar ja, dat is niet zo erg als jullie maar mij ook maar nog maar zien, hè. Dus ik ga nu lekker de bandketchup open doen. Mag ik nog eens? En dan nog mijn twee laatste chicken nuggets opeten. Heerlijk. Heerlijk. Dan heb ik er nog een lekkere milkshake AP bij gedronken. Mm-hmm. En dan moet ik eens binnenkort ook eens naar Turnhout nog rijden. En dan is het volledig klaar. Ik hoop bestickeringen aan beide kanten van de deur. En dan nog mijn achterruit.
ook genoeg. Ze zijn op. Ah, had dat eerder gezegd. Geef mijn schat frietjes genoeg en dan heb ik dit hier al helemaal gepleit. Ja, natuurlijk vind ik dat klimmetje nu vol met tomatenketchup. Maar dankjewel voor de frietjes, schatje. Alsjeblieft. Zonder om weg te gooien. En soms kan ik wel eens blijven eten. Mensen, echt waar. En wat ik jullie ook nog wil laten zien is... Kijk eens hoe mooi in, aan de hemel de maan boven die boom. Het was schoon, hè mensen? Echt waar. Ik ben heel tevreden over mijn kabinetje. Hopelijk blijf jij staan. Of heb jij ook nog iets te vertellen tegen mijn kijkertjes? Nee. Ik zeg het, dit zijn goede fritten. Pardon? Zelfs gaan we nog niet rechtstreeks naar mijn thuis toe. Dan ga ik ook nog eens langs een goede vriendin en een goede vriend van mij. Ook van haar. Ik noem dus geen namen. En daar ga ik ook mijn kabinetje even tonen. Dat heb ik ook wel aan haar beloofd. Als ik hem had, of als ik hem heb, kwam ik hem ook tonen voor bij hun. Geloof het maar niet, maar de frietjes zijn op. Ja. Ook daar genoeg. Daar kun je nog zelfs nog van drinken, hè? Nee, want die kan ik in huis zetten. Is die al op? Ja, milkshake AB is al op, ja. Dan gooien we alles hier in één zak. Het is een beetje op. Weet je wat? Gooien we uit dan... Ja. Kijkers, jullie hebben niks gezien, hè? Nee, het is alleen nog maar ijs en wat water. En, oh, fucking hell man, ik doe de deur open, ruik je het niet? Je moet maar eens uw deur maar eens open doen. Dan ruik je het misschien wel. Mensen. Oh man, joh, het is heilig, hè? Ja, maar die moeten we opruimen. Hè? Ja, die pakken we zelfs mee naar binnen toe, ja. Dus mensen, jullie hebben één geluk dat jullie geen geur beeldscherm hebben. Of anders, oh my god. Voilà, nu gaan we... blijft soms ook wel nog. Ja, oké. Okay. Maar nu ga ik wel terug vertrekken naar mijn volgende pitstop. Tot straks allemaal. Zo, gestopt bij onze volgende pitstop. De voorlaatste pitstop. En dan de laatste pitstop is bij mijn thuis. Yippie-ki-yay. Want ik ga je ook één ding zeggen. Ik begin nu ook wel wat moe te worden. Want het was echt een heksenketel weer van emoties. Eerst dat het niet gaat lukken, dan weer al wel, dan weer al niet, dan weer al wel, dan weer al niet, dan weer al wel, dan weer al niet. Ik denk dat die auto hier moet parkeren. Daar is ook nog plaats. Nee, want daar is net ook een auto gekomen. Tja. En die gaat met me. Voilà. First come, first service, zeg ik altijd. En ja, jullie horen de reclame van Q-Music. Nu de volgende wat ik een onderhoud ga houden is mijn tandjes. Dan nu ook nog eens beter de onderhouden. Jawel. Elke morgen dan tandjes poetsen. Komt niet aan of wat? Dan zal ik eens nog eens proberen te sturen. Goed. Allee, tot straks. Zo mensen, dames en heren, ladies and gentlemen. Ik heb een klein beetje slecht nieuws. Dit is de allerlaatste fragment wat ik vandaag nog ga opnemen. Ik ben heel blij met mijn kabinetje wat ik vandaag heb gekregen. Ik ben ook nog juist langs de winkel geweest.
Ze hebben blijkbaar een nieuwe verpakking ook van Nesquik en al, my man. Ah ja, en dan ook nog een boodschap van algemeen nut. En daarna ga ik nog even verder met de apparaten. Boodschap van algemeen nut. 666 Lam, binnenkort 14, 15 en 16 april 2024 in de Antwerp Expo in Antwerp. Koop je tickets op www.psychotv.be. Klik op de nieuwspostje 666 Lam en daar staat een link in de tekst. Klik op die link en wie weet win jij wel een tweede ticket. Die je dan ook weer ook gratis mag weggeven. En ik was even juist aan het kijken, want ik stoot daar ergens tegen. Sorry. Het gaat een hele toffe LAN-party worden. Dat heb ik al sowieso al vernomen. Daar gaat van allerlei dingen aanwezig zijn. Verschillende competities. Ik ga kunnen livestreamen. Noem maar op. Dus een top LAN-party die zit eraan te komen op 14, 15 en 16 april 2024, dus schrijf het zeker in jullie agenda. Deze zal hier dan ook weer al aanwezig zijn. Yay! Ik kijk er wel naar uit. Ik kijk er naar uit, ik kijk er naar uit, ik kijk er naar uit. Oké, dit was dus de boodschap van Ongemeen Nut. Voilà. Nu ga ik even verder over mijn kabinetje. Dus ik ben echt heel tevreden over mijn kabinetje. Maar hoe het allemaal is gegaan, oh, dat was een chaos. Klein beetje een chaos vandaag. Oh, ben ik blij dat alles toch nog eigenlijk op een mooi plooiken is terechtgekomen. Ja, en nu zie ik ook weer al net weer al iets hier in mijn woning. Mijn vlag houdt dus eigenlijk niet. Kijk maar, ik moet die weer ook gaan vasthangen. Holy shit. Voilà. Had ik maar heel niptekjes vast nu. Heel niptekjes, ja, dat ik maar één hand heb. Normaal plak ik het altijd met twee handen vast. En als het nu nog eens een keer loskomt, ja, dan gooit dat nog eens een lekkere zusje duct tape er weer tegenaan. Wat ik dan ook nog wil zeggen is dat ook deze vlog er een klein beetje op zit. Ik ben heel blij dat ik toch wel redelijk veel heb kunnen filmen vandaag. Veel content heb kunnen maken voor jullie. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de content. En nu ga ik het eigenlijk nog in elkaar steken. En dan richting mijn bedje ingaan om nog wat serietjes te kijken. Noem maar op. En dan zo weer al in de slaap vallen. Ik dank je wel, mijn vader, die er ook weer al vandaag er 100% er weer al voorbij bij was. En voor mij ook vandaag die ondersteuning te geven. Dank je wel, 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 dank je wel daarvoor. Duizendmaal dank je wel. Ik kan niet genoeg zeggen hoeveel moeite en al dat hij er ook heeft ingestoken. Ik heb ook moeite gedaan, want ik heb ook zitten rond te bellen. Voor het geld en al. En uiteindelijk is het toch nog allemaal gelukt. En daar ben ik ook blij om. Ik ben blij dat ik zo'n steun heb, zoals mijn vader. Dus ik weet dat ik hem eigenlijk heel goed moet onderhouden. Daar komt het erbij op neer. Voor de rest, ja, heb ik niet meer veel te vertellen. Voordat we toch de wagens in gaan halen, zijn we ook nog even bij mijn moeke beland. Omdat we dan even toch te vroeg waren bij die man. Want we moesten daar pas zijn om 4:30 en wij waren daar bij mijn moeke al in Boksberg dan om 4:00. Dus een 3:30 te vroeg. En dat was toch maar 5 minuutjes rijden van bij mijn moeke zijn thuis waar die wagen stond. Dus dat was ook weer een voordeel. Dus ik dank je wel ook de man die de wagen volledig ook vandaag nog naar de keuring is geweest en die helemaal in orde heeft gemaakt. Dank je wel daar ook voor. Zonder jou zal ik er nu nog niet bij rond te rijden. En ook mijn vader moet ik daar ook echt 100% dankbaar voor zijn. Want of anders zat ik er nu ook nog niet bij rond te rijden. Was het misschien voor maandag pas de laatste. Maar ja, alles is goed gekomen, alles is op zijn plooikjes gekomen. Daar ben ik wel eigenlijk
ja, dat heeft mijn dag toch wel eigenlijk heel goed gemaakt. Ik ben blij. Ik heb dan nog een quickske gedaan. Echt waar. Mijn dag kan echt niet meer stuk. Ik ben terug blij. Alleen is hem nog niet 100% klaar. Mijn kabinetje. Want daar gaat nog een en ander ook nog op nog gebeuren. Ik ga er niet meer op schrijven. Nee, ik ga dus niet meer met de hand teksten daarop schrijven. Nee, ik ga het toch wel laten bestickeren. Mijn Cycle TV erop. Want ik ben nog altijd trots wat ik bereik in de YouTube-wereld en al. En oké, ik ben ook verontwaardigd ook van wat Ace het allemaal heeft, heeft rondgekregen. En oké, we gaan ook de moeder van Sanne en Dea, die heeft dan ook uitdrukkelijk gevraagd ook in de media. Dat we daar ook mediastilte moeten beginnen rond te houden. Dat alles is nu gezegd geweest en al. Wij moeten de ouders ook van Sanne en Dea ook wel hun eisen ook wel nakomen. Dus we gaan dan ook daar ook dan ook mee rond stoppen. Dus dit was ook mijn allerlaatste vonken rond Sanne en Dea. Misschien niet van rond de ijs. Misschien gaat hij nog wel stomme dingen doen. Wie weet. Wie weet. Huh? Nee, ik dacht dat het weer al is afgevallen. Maar het is toch niet. Dus, ja. Dus, ik ga jullie nog even de eindstand geven van de crowdfunding. Of hoe je dat ook noemt van Acid. Eens even eens kijken. Ik ga naar Acid zijn kanaal toe. En nu ga ik op die link klikken. En het staat nu momenteel op, dus qua donaties, dat is één dag geleden gestart. Ik zeg het nu op 23 februari 2024 om. Ik ga dus zeggen om 8 uur stipt. Dat is nog maar binnen een paar seconden. Dan is het 8 uur. Het kan zijn dat er nog wat donaties gaan binnenkomen dan. Goh, dat wachten kan toch soms wel lang duren hoor mensen. Maar dan probeer ik toch nog altijd door mijn vlog toch altijd zo wat rond te praten. Tot het echt 8 uur is geweest. Kan toch wel lang duren hoor. En je kunt toch wel eigenlijk wel veel zeggen in een minuut tijd hoor. Dat moet ik wel ook nog eerlijk toegeven. Want ik zie ook, 23 seconden geleden, 30 seconden geleden, daar komen nog altijd donaties binnen. Hè. Het is 8 uur nu stipt. Dus we hebben in totaal 14.237 donaties. Het bedrag staat nu momenteel om 8 uur op 147.148 euro van de 20.000. Oh, sorry. 147.183 euro's van de 20.000 euro ingezameld. We zitten nu op 14.237 donaties. En de laatste donatie die is doorgekomen, die ik kan lezen, was van Robert Wassink. En Kenny Steyen, dankjewel ook om die voor Robert voor de 10 euro en Kenny voor de 5 euro te doneren naar Acid toe. Jullie zijn allemaal goed bezig, maar ik ga sowieso zeggen, dus nu gaan we ook de familie van Sanne en Dea ook echt nu met rust laten. Voilà. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video of een nieuwe livestream is. Normaal gezien, elke zondag is er wel een livestream. En vorig weekend hebben jullie wel genoeg livestreams gehad, hè? Of Recomatic, dat geef ik wel eerlijk toe, hè? Dus tot later allemaal. Yo.